Er is er geen gevaar van. Ja, ze starten waarschijnlijk op Battlefield. Ja, dat zijn ze gewend en dat vinden ze fijn. Nou, Mart Fox. Ik ga niks zeggen over deze matchup. Omdat alles wat over deze matchup is gezegd, is al gezegd. En alles wat ik ga zeggen, is Twitter memes herhalen. Dus wat ik ga zeggen is... Deze twee mensen hebben heel veel tegen elkaar gespeeld. Ze speelden letterlijk toen ze de venue inkwamen, gingen ze friendly spelen op de stream zetten. Ja, ja. Ze spelen dubbels met elkaar, dus ze zijn heel bekend met hoe de ander speelt. We zullen zien hoe het gaat. Renzo is geseed boven Happy Meals. En... ja. Ik denk dat, dat Renzo wel relatief favored is. Happy Meals wel in de recente tijd heeft wel wat goede resultaten geboekt. Want hij won Endless Melee 2. Ja. Over Stijn en Skullbro. Was Renzo ook bij Endless Melee 2? Renzo was er ook. Ja. Die verloor in Winners van Rabbit Alex. Ja. Hij werd geupset heel vroeg. Ja. En ik geloof niet dat ze dan hadden gespeeld. Het had gewoon niet in de losers gespeeld. En toen verloor hij geloof ik van Stijn. Ja, zoiets. Maar, de andere Rotterdamse Fox main. Ja. Of de een van de drie grote. Ja, precies. In het verleden zou je misschien zeggen van ja, dit wordt gewoon een win van Renzo, maar dit is wel een andere Happy Meals. De gecharged up smash? Het was of style of moest een up tilt zijn. Het is het is gecharged. Het is voor de kill. Het is charge om de kill te krijgen. Ja, maar hij miste. Ja, jammer. Want weet de je, drift, zo is het. Optie was er nog. Weet je, het is belangrijk om je moves te hitten. Weet je, het is leuk om moves op te charge zodat ze vroeger killen, maar als je geen kill, als je ze mist, dan weet je, dat is kutleven, man. Daar heb je een punt. Net zoals het zwaard van Renzo. Oh nee, man. Nou, luister, jullie komen meteen weer mee. Je hebt gelijk. Weet je, ik ga niet moeilijk doen over het feit dat jij zo bent. Want weet je, het is niet negatief. Het is gewoon... De counter down air. Ja, dat is hem. Nou, dat was... overtuigend. Een zeer comfortabele game 1 voor Renzo. Ik moet zeggen dat het misschien een beetje afleidend kan zijn. We zitten recht achter de commentary. Achter de spelers. Ik in ieder geval. De streamer. Dan is het leven maar zo. Soms wel. Zo is het. Nou, we gaan Dreamland. Dromeland. Ik moet wel zeggen, is het je opgevallen? De stylering van beide spelers hier past heel goed bij de overlay. True. Groen? Groen, vibes. Groen is een goede kleur. Ik ben een fan van de kleur groen. En, druk 1 in de chat als je een fan bent van groen. Druk 2 als je geen smaak hebt. Oké. Oh, airdodge naar beneden, maar net niet op het platform, dus net daarboven. Dat is een hele tricky recovery van Renzo. Geklipt wordt, ik haat dit altijd zo erg. Als je iemand iemand in een knockdown en dan sprint je naar ze toe en dan word je geklipt door de get-up attack. Het is echt... Is een hele sterke move. Het is, tenminste, in mijn ervaring is dat echt een van de meest irritante dingen die gewoon constant gebeurt in melee. Gegimpt worden en alles is kloten, maar dat je gaat sprinten voor de get-up attack of voor een tag chase of gewoon om hun te chasen en dat je dan geklipt wordt, het voelt zo idioot. Ja, nou, CEO is het met je eens. Het is, ja, get-up attack is een van die moves, hè, die de rijkwijde daarvan is vaak niet heel duidelijk en hoe lang de move nog uitblijft ook niet. En als je moet approachen terwijl je beweegt, ja, deal er maar mee. Het voelt gewoon, weet je, het geeft gewoon het gevoel alsof je niet weet hoe je de game moet spelen. Het is wel een level 1 move, ja. Precies, want het is van, mensen doen heel veel, want het is tech opties kan je bufferen. Dus je klikt, misschien drukt je gewoon per ongeluk op A.
En dan word je, gewoon counter. Je krijgt gewoon, ja. Je krijgt gewoon, je wordt gewoon rewarded voor een progelijke A-input. Ja. En het is gewoon van, ja. Het leven is, ja. Het is de beste manier om je tegenstander echt te laten voelen alsof ze gewoon niet weten hoe ze het spel moeten spelen. zou ik zeggen. Ja, misschien, ja. Ik zit te denken aan Marth F. Smash. Eerlijk gezegd ook. Oh nee, natuurlijk. Maar van. Er is een verschil tussen Getup Attack en Marth S-Mash. Want met Marth S-Mash heeft de Marth tenminste nog agency. Hij heeft de keuze gemaakt om de S-Mash in deze positie te doen. En om hem nu te doen. In plaats van een gebufferde Getup Attack waar het 100% jouw fout is. Ja, ja, ja. Nee, ja. De Getup Attack, Attack is laggy. Hij is te. Nou, niet misschien. Hangt vanaf welke character het is. Het is te reacten. Je had kunnen shielden. Maar je wordt nog steeds gehit. Anyway. Renzo heeft een. Copy game 2. Ik won. Ja, alright. Anyway. Ziet er niet echt goed uit. Oh. Nou, maar het gaat, ziet er gewoon goed uit. Ik heb nul momenten van stress gehad. Het is allemaal gewoon goed. Verfijnde edgecard. Dit is. We zijn inderdaad Marth Fox aan het kijken. Gezien dat. Gezien de characters die we zien. Er wordt inderdaad melee gespeeld. Ja. Ik weet niet precies wat voor kwaliteit melee het is, maar. Mooie backers, maar vindt niet echt een shine spike. Oeh, maar daar is hij. Ja. Daar is de kill. Meer een beetje een SD, maar. Oeh, geen campcombo. Oh. Verkeerde air dodge. Ik moet toegeven. Beetje, hoe zeg je het? Slordig gespeeld? Beetje spaghetti. Ja, slordigheidjes. Beetje, het is, eigenlijk kan je alle vier van de stocks die zijn genomen, kan je eigenlijk bijna een misplay noemen. Oh, mooie of side of pistol. Ja, I don't know. Ja. Het waren twee gimps en dan eigenlijk twee SD's. Het is een beetje rough, maar, dan vraag ik me af, hè. Zou jij spaghetti een slordig gerecht noemen? Houd er vanaf wat jij een slordig gerecht noemt. Je kunt het slordig eten natuurlijk, maar. Oh. Ik bedoel. Oh, goede air dodge. Als je, als je slordig wil eten. Als je kijk, het hangt gewoon af wat jouw intentie is van het woord slordig gebruiken. Om een gerecht te beschrijven. Ja, nee, ik vind dat een goede call-out van wat ik zei, ja. Je moet gewoon. Kijk, ik heb geen probleem met de vraag, maar dan moet je duidelijk zijn. Je moet nee. Uitleggen goed wat punt. Je vraag precies is. Ja. En okay. De vraag is. Ik doe het wel na deze. Happy set. Meals, ja. Hit Renzo kaart met een nair. En nu staat hij een stok voor. Ja. Goeie voet in de neus. En niet een tipper, dus hij leeft nog. Edgecard Opportunity. Mooie neutral B. Ja. Nog een neutral B'tje. En dat is. Mooie. Neutral B is zo'n goede move om te edgecarden. Want je kan hem gewoon forever opladen en het heeft rijkwijde. En je kan hem doen terwijl je valt zelfs. Dus. Super sterk. Moeilijk om chain grabje. Oeh, mooie spot dodge. Heb inmiddels. Ging voor shine. Vindt een weg uit die combo. Maar nu wordt niet twee keer door de weak F-smash gehit. En dat is een kenkomertje. En dat is het 3-0 voor Renzo. Heb inmiddels proberen de comeback te maken. En hij zat er heel dichtbij. Maar net niet genoeg. Nou, nu hebben we de andere kant van Winner Semis.